Het sleutelkruid. Hoofdstuk 1. Als je ver naar het zuiden reist, kom je bij de Blauwe Zee. Die is er niet altijd geweest, want vroeger lagen daar de koperen bergen, die overdag zo fel in de zon schitterden, dat je er niet naar kon kijken. In die bergen was een deur die toegang gaf tot de burcht vol koperen zalen en gangen, en in die burcht woonde de oude koning Mansolijn. Koning Mansolijn had een baard die als een kleed aan zijn voeten lag en daarop sliep een haas. De enige die nog voor hem zorgde, want koning Mansolijn was bijna vergeten. Meer dan 1000 jaar lang al regeerde hij over alle dieren, ook over de draken toen die nog bestonden en over de dwergen. Maar omdat hij nooit meer buiten kwam, kende bijna niemand hem meer. Zijn bedienden waren de een na de ander gestorven, tot alleen de haas nog over was. Zo leefden die twee rustig in de koperen burcht, tot de koning begon te hoesten, zodat zijn baard ervan schokte en de haas ongerust werd. De wonderdokter werd erbij gehaald om de koning te onderzoeken. Toen hij dat gedaan had, nam hij de haas mee naar een aparte kamer en zei: "Ik heb mijn oor tegen de koning aangedrukt en door zijn baard heen hoor ik gepiep en gefluit in zijn borst. Zijn hart tikt als een scheefstaande klok en dit is allemaal van de ouderdom." De haas keek bedrukt. "Binnen een week gaat de koning dood," zei de wonderdokter. De haas begon te snikken. "Zijn hart moet opgewonden worden als een klok. Dan wordt hij beter," zei de wonderdokter. De haas keek op. "Bestaat daar een middel voor?" vroeg hij. "Jawel," zei de wonderdokter, "het sleutelkruid. Maar ik moet er vele dagen voor reizen om het te vinden. Als ik ermee terugkom, is het te laat." De haas liet zijn oren zakken. "Bestaat er geen middel voor die tussentijd?" vroeg hij. "Geen middel om te slikken," zei de dokter, "maar misschien wel iets anders." Hij zette zijn geleerde bril af en vervolgde: "Het hart van de koning moet 1 maal per dag flink kloppen, dan haalt hij het misschien. Vertel hem elke dag een spannend avontuur voor hij naar bed gaat." De haas had zijn oren overeind gezet, maar nu knakte ze weer door. "Ik heb 7 jaar geleden mijn laatste verhaal verteld. Ik weet er geen één meer. In alle boeken kent de koning uit zijn hoofd." De wonderdokter dacht lang na. Toen zette hij zijn bril weer op, nam zijn koffertje en zijn hoed en zei: "Ik ga het sleutelkruid halen. Onderweg zal ik aan iedereen zeggen dat wie een verhaal kent naar de burcht onder de koperen berg moet gaan om de koning te vertellen. Misschien komen er genoeg voor alle dagen dat ik weg ben. Ik zal het zien wanneer ik terugkom met het kruid. Lang leve de koning. Goedendag." De wonderdokter verdween door de deur, die met een slag dichtviel, zodat de koperen gewelven galmden. Lange tijd stond de haas te peinzen. Toen ging hij naar de keuken om vuur te maken voor het gebraad en de pudding, waar de koning zo van hield. Maar het was laat op de avond, de koning hoestte erger dan tevoren en wilde naar bed gaan, toen er dreunend op de deur werd gebonst. De haas nam de lantaarn van de haak, stak de kaars aan en liep naar de voordeur. "Wie daar?" riep hij. "Een verhalenverteller," antwoordde een heese stem. De haas deed de voordeur met een zwaai open en hield de lantaarn hoog boven zijn kop om te zien wie de verteller was. Het flikkerende kaarslicht viel op een vervaarlijke wolf, die dadelijk een poot voor zijn groene ogen hield. "Niet zoveel licht, alsjeblieft," gromde hij, "en laat me eens gauw binnen." Hij duwde de haas opzij en trok zelf de deur achter zich dicht. "Ziezo, seigneur. En breng me nu maar bij de koning. Ik heb een geschiedenis waar hij zal van opkikkeren." "Heeft de wonderdokter u gestuurd?" vroeg de haas. "Nogal wie dus," antwoordde de koning. "De wolf." Toen ze door de lange gang liepen, bedacht de haas dat het eigenlijk heel gevaarlijk was zulke wildvreemde lieden in de burcht te laten. Wie weet wat voor streek de wolf in zijn leven had uitgehaald. "Wat betekent dat?" vroeg de koning toen hij de wolf zag. "Sire, een bezoeker," sprak de haas plechtig. "Zo, zo." De koning ging verzitten en poetste zijn bril met zijn baard. "Dat is lang geleden.
60 jaar, schat ik, dat er iemand bij me kwam. Tot verbazing van de haas maakte de vervaarlijke wolf een diepe buiging voor de koning en sprak: Grote duizendjarige koning over ons allen, voor u buig ik, voor niemand anders. Daarom ben ik gekomen, nu u ziek zijt, om u het grootste avontuur te vertellen dat niemand ooit heeft gehoord. Zo, zo, zei de koning weer, terwijl hij met zijn zwakke ogen de wolf aanstaarde. Ik heb je grootvader nog gekend, geloof ik, zei hij. De wolf Esmaril, meen ik, of was het Dgago? De grootvader was de verschrikkelijke woewolf met de kale flank, sprak de wolf. Over hem gaat mijn verhaal. Luister. Het verhaal van de wolf. In de donkere dennenbossen hoog in het noorden lag vroeger een plek waar niemand het ooit waagde te komen. De bomen stonden er in een kring rond een hoop stenen, zo brokkelijk als de tanden van een heks. Er woonde dan ook een heks op die plaats, meenden alle wolven, maar de wolf geloofde daar niet in. Heksen bestaan niet, zei hij, en als ik eens tijd heb, dan zal ik naar die plek toe gaan en flink tussen de stenen huilen. Dan wil ik wel eens zien of ze tevoorschijn komt. De wolven die bij hem stonden toen hij dat zei, meenden heel in de verte een schaterlach te horen, maar dat zal wel verbeelding geweest zijn. De woewolf keek hen met flonkelende ogen aan. Sta niet zo te trillen op jullie poten, riep hij. Laten we liever wat lekkers te eten gaan vangen. Ze gingen op weg, twee aan twee in een rij achter hem aan, tot de grote vlakte waar we ze met z'n tienen naast elkaar konden rollen. Even later ging de zon onder en nauwelijks werd het donker of ze ontmoetten een geweldige buffel die van zijn kudde was afgedwaald. Het dier was zeker 3 keer zo hoog als de woewolf, maar deze sprong hem zonder aarzelen op de nek, alsof hij veren in zijn poten had. Het werd een vreselijk gevecht, waarbij de woewolf zo heen en weer geslingerd werd, dat hij de hemel en de aarde als een brei door elkaar zag lopen, maar hij liet niet los, en tenslotte lag de buffel dood neer. Dat was een grote overwinning, en het zou een groot feest geworden zijn, als er niet iets vreemds was gebeurd. Er klonk woest gesnuif achter hen, en toen de woewolf omkeek, zag hij een nog grotere buffel staan, die zich meteen omdraaide en begon te hollen in de richting van het bos. Woe, woe, wolven, schreeuwde de woewolf, erachteraan, die moeten we hebben. Zonder verder te wachten rende hij achter de witte gedaante aan de duisternis in. Weldra raakte hij tussen de bomen, maar hij hield zijn prooi goed in het oog, hoe erg hij ook op zijn pels openhaalde aan dorens of met zijn ribbenkast tegen de stammen stoten. Woe, woe, huilde hij, maar het schimmige wit van de buffel werd steeds zwakker en verdween tenslotte. De wolf bleef staan en spitste zijn oren. Er klonk geen hoefgetrappel, geen gesnuif, geen gekraak van takken. Zou de buffel zich verstopt houden? Voorzichtig sloop de woewolf verder met zijn neus langs de grond en zo raakte hij aan de open plek waar de dennenbomen in een kring stonden met rond een vreemde hoop stenen. Ah, daar zal hij zitten, dacht de woewolf en hij sprong er meteen bovenop. Maar de stenen weken uit elkaar, of zo leek het, en er was geen buffel te zien. Woe, huilde de wolf. Woe, klonk het van 7 kanten, alsof 7 andere wolven hem antwoordden. Kom hier, riep hij, want dat waren de anderen die hem achterna waren gelopen, dacht hij. Maar van 7 kanten klonk het, hier, hier, hier. De woewolf keek om zich heen, niets dan stenen, rechtop staande dreigende stukken rots zag hij, geen witte buffel, geen andere wolven. Hij wilde weer verder lopen toen hij achter zich hoorde snuiven. Met een ruk draaide hij zich om en sprong op een steen toe, maar daarachter lag alleen een andere rij stenen. Dan klonk er zacht gelach. Wie daar? Gromde hij, maar 7 maal de grondende antwoord aar, aar, aar. De woewolf zette zijn nekharen overeind. Waar zit je? Riep hij met een grauw. Etje, 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 begon het antwoord, maar daardoorheen hoorde hij duidelijk hier roepen. En daarmee begon de vreselijke jacht tussen de roepende stenen op de onzichtbare prooi. De nagels van de woewolf krasten over de stenen,
Zijn staart sloeg tegen de scherpe kanten en zijn oren schuurden langs de ruwe uitsteeksels, terwijl hij als een dolle van het ene rotsblok naar het andere rende. Want steeds kwam de stem met hier ben ik ergens anders vandaan. Maar steeds ook werd zijn woegehuil 7 maal weerkaatst, zodat hij tenslotte zijn voorpoten in zijn oren moest stoppen van het lawaai en hijgend bleef liggen, draaierig en duizelig van het rondhollen. Dat was het ogenblik waarop hier ben ik tevoorschijn kwam. Het was geen witte bison, het was de heks. Zo, Wolfie, kakelde ze, nou zie je dat ik echt besta. Ze begon akelig te lachen, zodat het bulderde tussen de stenen. De woewolf deed zijn ogen half dicht, zodat het 2 groene spleten werden en keek er aan. Wie ben je dan? Vroeg hij. Ik ben de echo-heks, zei ze. En ik ga jou in een steen veranderen, want stenen wolven echoen mooi. Nu begon de woewolf te lachen. Nou ja, dat kun jij toch niet, zei hij smalend. En als je me aanraakt, dan bijt ik je dood. De echo-heks schudde het hoofd, zodat haar wangen zwabberden en riep, ik hoef je helemaal niet aan te raken. Ik zeg een toverwoord tegen je en dan word je van steen. Ga maar mooi zitten. De woewolf stond langzaam op. Groot en sterk was hij, maar bovenop de heks springen zou niet helpen. Ze hoefde maar opzij te gaan, het toverwoord te zeggen en hij zou als een steen op de grond vallen. Hij moest iets beters verzinnen. Nee, zei hij, ik ga niet zitten. Ik ga staan alsof ik spring, dan word ik een veel mooiere steen. Maar dan moet je tot 3 tellen voor je het toverwoord zegt. Goed, zei de echo-heks. Het duurde lang voor de woewolf uiteindelijk een geschikt plekje vond. Ten slotte ging hij vlak voor een rotsblok staan, spande zijn spieren en knikte tegen de heks en wachtte. 1, 2, 3 en daarna het toverwoord. Maar voor het helemaal uit haar mond was, was de woewolf de allergrootste sprong van zijn leven en verdween achter het rotsblok. Het toverwoord dat de heks tegen hem riep kwam te laat. Het kaatste tegen de rots die de terug echoede naar de heks, waardoor ze zelf met een gil versteende. Toen de woewolf wegrende langs de heks, heeft ze hem met haar stenen nagels een stuk uit zijn vacht gekrapt. Dat is ook nooit meer aangegroeid en de woewolf met de kale flank is ook nooit meer op die plek teruggekeerd. Sommigen beweren dat de laatste schreeuw van de heks nog altijd heen en weer galmt tussen de stenen, maar anderen zeggen dat het de wind is. De wolf had zijn verhaal beëindigd en maakte een diepe buiging voor koning Manselijn. De haas sprong naar voren en stak een van zijn oren onder de baard van de koning om te horen of het hart nu beter klopte. Maar Manselijn duwde hem weg en zei, maak dadelijk de grote logeerkamer in orde voor de wolf. Hij heeft mooi verteld en ik wil zelf naar bed. Daarbij gaapte hij zo smakelijk dat de haas er een beetje plezier van kreeg. De eerste dag was voorbij. De wonderdokter op weg naar de plek van het sleutelkruid had 20 mijl gelopen. Hij stond nu aan het begin van de kale heidevlakte.